Ja, dat klopt. We hebben hier golfkarretjes ingezet om mensen van de uitgang van de vaccinatielocatie naar de parkeerplaats te kunnen brengen op het moment dat zij wat slechter ter been zijn. Want het is best wel een eindje en als je dan wat slechter been bent, is het fijn dat je vervoerd kunt worden. Op dit moment staan er 3 vrijwilligers klaar om met de golfkar te rijden. Ook even mensen nog een keer te wijzen op het handen desinfecteren bij de uitgang. Maar er staan ook vrijwilligers bij de ingang die mensen helpen bij de ontvangst, laten zien waar ze naartoe moeten. En ook natuurlijk weer even wijzen op die 1,5 meter en het handen desinfecteren. Het is hartstikke gezellig met die mensen die dan zitten te wachten en die vertellen dan weer wat over hun leven. En zijn altijd gewoon hartstikke, ja, ze vinden het, ze komen dan naar ons toe, ja, super goed geregeld en ze vinden het leuk om met het golfkarretje te zitten. Dan zeggen ze ook weer, oh, dan heb ik thuis weer wat te vertellen. Dus dat is altijd leuk om te horen. Zo'n golfkarretje, hoe hard gaat dat eigenlijk? Geen idee eigenlijk. Nee, ik weet wel dat ik sneller ga dan de mensen die lopen. Maar ik heb geen kilometerteller hierop zitten. Dus ik zou het niet weten.